Het is goed als mensen weten waar hun eten vandaan komt. Veel mensen die zijn die verbinding verloren. En chips is altijd aantrekkelijk, dus mensen komen voor de chips. Maar we kunnen ze gelijk laten zien wat er nodig is om chips te maken. En daarmee hopen we dat het begrip tussen boer en burger versterkt en verbetert. Ik ben hier om ons concept Delta Nomads te laten zien. Een concept waarmee we het Haringvlietgebied, de unieke plekjes met elkaar verbinden. Dus de unieke plekjes waar we een gevoel creëren van het wild kamperen. Wat het gebied Haringvliet zo uniek maakt, is de enorme wijdheid, de grootte van het gebied en de verscheidenheid. En we weten uit ervaring dat mensen dat heel bijzonder vinden en dat ze daarom ook langer willen blijven of willen terugkomen naar het gebied. En ja, ik vind dat ook heel goed passen binnen de regio-deal-doelstellingen om mensen langer aan je te binden en vaker te laten komen. Het project in de regio-deal is dat wij onze landbouwbedrijven CO2-neutraal willen maken. Door onze zelf geproduceerde duurzame energie door middel van wind en zon op te slaan in waterstof en onze alle fossiele brandstof van het bedrijf weg te halen. Hier kun je dus zien onze draken leggen vol, maar dat is niet genoeg om onze fossiele brandstof uit te rangeren. En daar hebben we over nagedacht en hebben we nu een eerste pilotproject met rijdende zonnepanelen boven onze landbouwgewassen. En een technasium van de Prins Maurits in Middelharnis, die doen onderzoek. Die klasse komt iedere 14 dagen suikerbieten rooien en kijken wat de verschillen zijn tussen niet beschaduwd en wel beschaduwd. Dus we zijn benieuwd wat dat in het najaar voor resultaat oplevert. In het voorjaar wil je een zaaibed maken en dan moet die grond geëgaliseerd worden en moet fijn gemaakt worden om daarin te kunnen zaaien. De leemachine maakt het zaaibed. Dus in het voorjaar zet je neer, hij rijdt over het land heen zelfstandig. En daarmee zorgt hij een zaaibed en dan kan de boer zelf gelijk zaaien, dus je kan twee dingen in één keer doen. Het is iets samenwerkingsverband tussen boeren uit de regio, techniek in de regio en ook medewerkers uit de regio. En de regio die ondersteunt ons daarin om praktijktesten te doen, zodat we met boeren kunnen werken en daarmee de feedback kunnen gebruiken om de machine te verbeteren. De kracht van deze regio is dat mensen kunnen samenwerken en wat je hier vandaag ook ziet, dat er nieuwe ideeën echt in de praktijk worden gebracht. Er wordt vooruitgedacht in deze regio. Het is zo'n mooi gebied en er is zoveel te doen. En de regio deal die versterkt die initiatieven die je als ondernemer zelf niet alleen kan doen, maar met hulp van zo'n regio deal net even een zetje krijgt en ook de publiciteit die daarbij hoort. En daarmee kan je als regio versterken. En ik denk dat het belangrijk is als je wil blijven onderscheiden van de stad. Vooral de uitdaging voor de regio om weer een stap voorwaarts te zetten met goede nieuwe zaken die het mogelijk maken om hier beter te wonen, leven en werken.